Linda de Mol, de geliefde SBS6-ster, heeft haar linker enkel gebroken na eerder al haar rechterhand te hebben verwond. Een vervelende val bij Gildoe van der Bijl thuis resulteerde in een rit naar het ziekenhuis met een ambulance. De pijn was ondraaglijk en Linda kon niet op beide voeten staan. Op haar eigen website deelde Linda haar ervaring en maakte ze zich zorgen over het komende programma Miljoenenjacht in augustus. Door de breuk in haar rechterhand is het lopen op krukken geen gemakkelijke taak, laat staan op hakken. Ze vraagt zich af wat het universum haar duidelijk wil maken, misschien dat ze wat rust moet nemen. Yvonne Koldewijer lijkt echter een andere kijk op de situatie te hebben en onthult dat Linda haar hernieuwde relatie met Jeroen Rietbergen, de omstreden voicebandleider, handig buiten beschouwing laat. Een spion onthult zelfs dat Linda in een rolstoel werd gezien, geduwd door niemand minder dan vieze Jeroentje. De vraag blijft hangen, wat probeert het universum Linda te vertellen? Yvonne benadrukt dat het een duidelijk signaal kan zijn om vieze Jeroen uit haar leven te elimineren. Een andere spion suggereert dat Linda haar poot stijver moet houden. In deze turbulente tijd lijkt het universum een boodschap voor Linda te hebben. Misschien is het tijd om moedig te zijn, een stap te zetten en de juiste beslissingen te nemen voor haar welzijn en geluk.